Hallo fijne dag mijn mensenkoetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Spoorruimteavonturen. Ten eerste wil ik me verontschuldigen van het filmpje van gisteren van Postal. Daarin mogelijk stond het gamegeluid een beetje te hard. Dat komt door een update die geweest is. Waarschijnlijk hebben ze wat dingetjes gezet hier en daar. Dus ik denk dat het daardoor komt. Of ik geef gewoon de schuld eraan, terwijl het eigenlijk mijn eigen schuld was. Het is natuurlijk mijn eigen schuld. Ik had het van vandaag moeten controleren. Fuck het uploaden, maar ja, we gaan nu spoorspelen, daar focussen we ons op. We gaan een beetje deze kant op vliegen en op zoek naar nieuwe mensen. Zoals deze. Hallo vriendeling, heb je geld meegenomen? Nou, toevallig wel. Wat hebben jullie te bieden? Ik ga wel een missie voor hem doen ofzo, anders heb ik gehoord tenminste vriendjes. Bij, hoe heet het ook weer? Ik weet niet meer. We gaan in ieder geval naar planeet Nuartus. Dat klinkt als een waterplaneet, moet ik eerlijk zeggen toegeven. Kijken of een van deze planeten nog een leuke schat dragen. Zo te zien niet. We hebben hier de Zaradin Programmeurdijk. We staan versteld. Koedrijk beweegt zich te midden van de sterren als een reus van ras van reuzen. Zo groot zijn we toch ook weer niet, volgens mij. Wij zijn het Zaradin Programmeurdijk. We vinden dat geluk de universele valuta is. Nou, daar ben ik niet mee eens. Ik denk dat valuta de beste valuta is. Gewoon money. En de beste manier om gelukkig te worden is door middel van vrij en onbelaste handel. Maar klinkt een goed idee. Waarbij elke partij het eens is met de uitwisseling en gelukkig wordt van het resultaat. Hoe kunnen we jou gelukkig maken? Misschien wil je een blik werpen op ons voorwerp, ons warehuis? Ja, dat klinkt een goed idee. Kom in vrede ten eerste. Wees niet zo groot zijn als jij. Zijn vastbereid om iets groots uit te geven. Het zijn een beetje slijmballen. Van mij is dat een soort verkooppraatje die ze juist met me hielden. Dus ik hou jullie in de gaten, motherfuckers. Of gewoon met één oog. Dus jullie hebben maar één oog. Maar goed, ik wil een missie voor jullie doen. Dat zou ik echt niet erg vinden. Weer voor ons werk. We bieden een vergoeding aan ter hoogte van het loon van veel belangrijke beroepen zoals havenarbeider en afwasser. Kijk, dan verdien ik niet meer, want ik ben al een afwasser. Moet er nog iets gedaan worden? Het is een eer om in de buurt te zijn van de macht geld als jij. De planeet Lyria heeft jou nodig. We zouden voor eeuwig bij je in het kijken staan en je zult rijkelijk worden beloond. Ik doe mee, ik begrijp wel avonturen. Als jij maar bij Lyria bent, moet je naar de planeet stralen. Je kunt je landingsteam uitrusten voor je naar beneden straalt. Ja, ik ken het hele deeltje. We gaan een avontuurmissie doen. Daar ben je al een hele tijd in gedaan, dus dat vind ik op zich wel een leuk ideetje om te doen. Hier, planeet Hennek, of het sterrenstelsel Hennek. En daar zitten ze ook al. Oké, interessant, interessant. Planeet Latena. En ze zijn al aardig vrienden met mij, of niet? Want ze zeggen, je toezegging ons te helpen, is jou voorgesteld als lief van nieuwe kennissen. Ik sta al gewoon 50 bij hun. Als we deze missie completen, dan kunnen we voor mij een bondsgenootschap met te sluiten. Dat doe ik natuurlijk hartstikke graag, maar we gaan even kijken of ik deze missie ook eerder heb gedaan of niet. Als ik hem al een keer heb gedaan, doet hij voor mij ook niet meer. Deleted, version 2. Je bent deleted van de... Oh, deze ken ik volgens mij. Deze is niet zo heel leuk. Dan gaan we deze maar niet doen. Oké. Toedeloe, dan gaan we bij die andere mensen die hier zo zitten. Misschien even vriendjes maken, een nieuwe missie voor hen halen of zo. Hallo, wat voor missie hebben jullie te bieden dan? Oké, ze zijn niet te vriendelijk geworden omdat ik een missie gewijzigd heb. Dat is hartstikke mooi. Het is heerlijk om jou weer te zien. Het is waar genoeg voor de hele Latweda om iemand te zien met jouw voorkomen en status. Veer ons met je bezigheid. En dat onwrikbare knappe uiterlijk natuurlijk. Tss, ik ben ook heel sexy, ik weet het. Inderdaad, ik heb genoeg zelfvertrouwen om dat te zeggen. Nou, jij ziet er ook... goed uit wil ik zeggen, maar dan zou ik liegen. Dus je ziet eruit als iemand die aardig is, laat ik daarop houden. Maar goed, ik wil hem iets voor jullie doen. Wil je voor ons werken? Ja, die had hij al gezegd, dit loon. Bespeur je iets in lucht? Natuurlijk wel, ik bespeur het ook. En we weten allebei dat je net zo slim bent als ik. Nou, ik ben slimmer, dat weet ik eigenlijk wel zeker, hè. Ik ruik dat er winst te maken valt. En ik verwet spoordollers om ruimtestof dat te maken heeft met een heet... Leonardo. Klinkt een beetje als lijmsnuif of zo. Zie je, op de planeet Leonardo's... veel behoefte aan zeldzame voorwerpen. Wat zie ik nog niet helemaal. Oh, Leonardo is. Oh, dan moest ik komen. Of een zwartje staan. Ik zie het al. Veel behoefte aan enkele graalartefacten. En dat is wat we toevallig hebben in de sterrenstelsel. Graalartefacten, waarschijnlijk wel. Laten we deal sluiten. Ik regel papierwerk en dan ga jij op pad om een paar graalartefacten verzamelen. Hoe kan ik deze voorwerpen opsporen? De graalartefacten hier bevinden kunnen zich. Oh, we moeten dus diep naar gaan. Dat is tip 7 wat we moeten doen. Nou, ik vriendjes met hun kunnen verhandelen. Kan ik later sterrenstelsel kopen of we kunnen nog oorlog beginnen en zo. En dit planeet Henk heet hij nou zo? Oh nee, Hennek, dat is het sterrenstelsel. Oh, oké. Okay. Dan moeten we even dus naar deze planeet hier zo. Die in de buurt van Rubino. Deze, dan moeten we daar eens even zo'n graalartefact stelen. Is het de heilige graal van Jezus? Wie zegt het? Ik wist niet eens dat hij Jezus er 3 had. Welke planeet was het nou trouwens? Met Bardoje, planeet Smens. Ah, we moesten anders Smens überhaupt al. Ik dacht even dat daar ook een artefact op lag. Maar hier zit waarschijnlijk de graalartefact op en niet een ander artefact. Zou je überhaupt tot Chelsea, dan zouden er gewoon 2 artefacten zijn. Dan hebben we gewoon eentje om misschien onze verzameling uit te breiden. Maar dat denk ik niet. Laten we niet dichtbij de planeet Surface gaan. Of de planeet Korst. Want die spugen allemaal geisjes zitten daar en zo. En dit doet aardig pijn als je er tegenaan vliegt. Je moet je weer beschadigen. Dan heb je schip weer beschadigd en zo. Dat moeten we niet hebben. Het kost veel geld. En ik wil graag mijn spoordollers houden. Ik heb ondertussen niet zo heel veel meer. Ik zit wel rond een miljoen. We moesten voor mij 2,5 miljoen voordat we de volgende badge van kregen. Hey, er komt nog een signaal vanaf, what the fuck. We hebben toch al dat ding gekregen of niet? Ja, we hebben al de graal. Is er dan nog een voorwerp? Waarschijnlijk wel. Zit die nog steeds? Ja, we hebben nog een voorwerp. Holy shit. Graag zelfs, die nemen we mee. Waar is dat ding? Waar is dat ding? Als het een artefact is die van een van mijn verzamelingen, zou ik echt heel blij zijn. Dit zal het zien een ijsplaneet, by the way.
Zoals jullie kunnen zien, het is allemaal bevroren hier. Ik weet niet hoe het met de temperatuur zit. Maar ik ga vanuit dat het redelijk koud is. Wat hebben we? Een oranje geode. Van mij hadden we die nog niet, of wel? Even kijken tussen mijn verzameling hier zo. Eens even kijken. Hier zo. Ja. Zeldzame geode. Nee, oranje geode hadden we nog niet. Dat is toevallig wel het kleur van ons koude kikkerlandje. Dus ik ben hartstikke blij met deze geode. Ik weet echt niet meer op welke planeet ik nou eigenlijk al mijn artefacten gestoord heb die ik al gevonden had. Maar volgens mij was het op een planeet hier ergens in de buurt. Of gewoon mijn thuisplaneet was het. In ieder geval één van mijn planeten. Oké, volgende planeet. We hebben gelukkig geen tijdrestrictie op deze missie. Maar daar ben ik blij mee, want sommige missies heb je dat wel. Vooral met die ophaalmissies, dat je dan zoveel in zulke snelle tijd iets moet halen. Planeten checken of daar ondertussen geen artefact op ligt. Maar gelukkig niet. En dan gaan we daar, anders gaan we daar zo meteen een artefactje te halen. Oeglikidokli. Wat is hier dan te vinden? Niet zo heel veel. Dat is zeer spijtig, zeer spijtig. Daar zo, daar hebben we wat gevonden. Kom bij papa. Ik kan niet oppakken. Godsam. Kom maar bij. Wacht eens even, voor mij hebben we minder progressie. Was ik niet de vorige aflevering daar ook begonnen? Volgens mij wel, waar ik net begon. Oh, ik weet het weer, want voor mij crashte mijn game toen ik de vorige aflevering, nadat ik klaar was, een huisje ging bouwen. Toen crashte mijn game. Dus ja, we zijn ongeveer nog even ver. Want ik was voor mij, had ik al een promotie verdiend. Maar ja, wat leuker, dan kunnen we tenminste 50 afleveringen halen bij deze serie. Wat eigenlijk mijn plan was, dat wij gewoon het hele spel uitspelen. Ik ga wel verder dan de 50. Want voor mij redden we het ongeveer wel. Want ik moet nog maar ongeveer 1 of 2 promoties, dan heb ik het uitgespeeld, denk ik. Want ik weet eigenlijk niet wat het doel is, maar aangezien deze balk dan vol zit, ga ik vanuit dat we dan uitgespeeld hebben. Eens kijken. Wat zie ik idee. Wat hebben we hier nog gevonden? Hey, nice. We hebben een mooi dingetje bijgekregen. En we hebben weer gelakse promotie. Hartstikke mooi. Ik denk ik snel over 7 zometeen. Zoals als hij weer crasht of zo. Dat ik dan wel gewoon de drang van het hoogste wezen krijg. Dat zou super chill zijn. Of tenminste houden. Dat ik niet weer kwijt ben. Welke badge hebben we dan thuis gekregen? Het hoogste wezen van Koedraak. Oeh, dat is best cool. Het hoogste wezen ook gewoon. Ik ben zo ubermensch. Of eigenlijk niet, best zo uberkoedraak. Dat is eigenlijk. Het boek der wetenschap deel 7 gevonden. Maar wat is nou eigenlijk? Verzamelaar 3. Oh, dat is die badge. Oké. Okay. Moeten we er meer van die badges of zo? Of niet? Eens even kijken. Alle badges, dat is deze verzamelaar 3. We moeten nog 30 artefacten vinden. Holy fuck, dat is een boel. Maar we hebben dus een boek der wetenschap gevonden. Zijn er waarschijnlijk wel heel wat wetenschappelijke dingen in. Zoals vaker in het wetenschappelijk boek staan. Ik kan het beamen. Ik beoefen de wetenschap. Alhoewel, niet echt. Meer ik oefen het management zijn. Er komt niet echt heel veel wetenschappen voor. Maar voorheen, op de middelbare school, op het Atheneum. Of zeg het, hoe heet het? Het gymnasium. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik heb geen Grieks en Latijn gestudeerd. Dus dat klopt niet helemaal, hè, Wouter. Nee, dat klopt zeker niet. Oké, op naar het sterrenstelsel Rudetta met 2 interessante dingen. Op de planeet Sloom, bij de Piranha Bulls. Die zien er echt heel vaag uit. En ze zitten momenteel in de beschavingsfase. Dus ze zijn ongeveer in een tijdperk waar wij als moderne mens ook ongeveer in zitten. Ze kunnen nog niet naar de ruimte. Maar wij zijn wel een stapje verder in dat geval. Maar elke keer als een ruimteschip komt, of in dit geval een floatruimteschip, flips hun shit. Maar op zich wel kan begrijpen. We kunnen ze natuurlijk ook gewoon ontvoeren. Maar laat gewoon aardig zijn en dat niet doen. Je hebt alle 3 grauwe artefacten gevonden. Breng ze nu naar Lenaro. Oké. Maar even kijken. Zit er niet ondertussen een nieuw artefact hier of zo gespand? We kunnen ook even hun space rijstelling. Ik bedoel, wat kunnen ze tegen doen? Ja, een beetje op mij schieten natuurlijk. En als het zometeen wel de ruimte in gaat, dan heb ik waarschijnlijk oorlog met hun. Dus weet je, laat dat ook maar niet doen. Want is dit de planeet Lainaro? Waar is de planeet Lainaro? Breng ze naar de planeet Lainaro? Is dat deze of zo? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Eens kijken. Lainaro gevonden. Had ze flatsen. Daar ben ik blij mee. Dus ja, ik wist niet anders waar ik naartoe moest gaan. Duidelijk Lainaro. Dus ik kan niet anders naartoe gaan. Welkom, welkom. Het hoogste wezen Koedraak. Ons is verteld dat je 3 grauwe artefacten mee zou nemen van ons planeet. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. Dat klopt als een kloppend hart en een bus. Als je bus klopt, dan moet je even naar de dokter gaan. Vooral omdat de bus niet het deel van je lichaam hoort te zijn. Eens zien. Ja, ja, je hebt alle grauwe artefacten meegenomen. Goed werk, uitstekend werk. Ik heb ook niet verwacht dat ze zo'n prima Koedraak als jij problemen zou hebben. Maar ik moet toch controleren, snap je? Even tussen jou en mij. Je zou versteld staan als je wist hoeveel soorten nooit goed leren tellen. Zoals de meeste zwergers, die kunnen niet goed tellen. Ga maar terug naar het Sadrien Programmeerrijk voor je betaling. Jullie zijn het rijk, waarom krijg ik dan niet iets van jullie ofzo? Ach ja, maakt eruit. Misschien willen jullie wat van mijn specerij kopen, dat willen jullie zeker. Nou, ik heb een goed deeltje voor jullie. Het is niet zo heel duur, maar ik moet toch even vanaf zijn. Weet je, scheelt ook weer wat vrachtruimte en dergelijke. En ik heb weer wat spoordollars erbij. We zitten al bijna op 1,5 miljoen spoordollars. En dan moeten we nog een miljoentje erbij krijgen. Ah, kleine moeite. En dan hebben we weer een nieuw achievement gehaald. Dat is super mooi, of een nieuwe badge volgens mij. Oké dan, welkom, welkom. Hey, ja, het hoogste wezen Koedraak. Opnieuw een met succes afgeronde taak. Niet verrassend, gezien de persoon die ik tegenover me heb.
Jullie zien, we communiceren via Skype of zo, weet ik veel, misschien FaceTime. Dus ik sta niet direct voor je, maar ik begrijp wat je bedoelt. Hier zijn de 60.000 spoordollars zoals vastgelegd in ons contract. We hebben het contract getekend, ik zou het niet weten. Ik geniet niet vaak van zaken, maar het is altijd genoeg om te werken met iemand die net zo getalenteerd is als jij. Dankjewel. Zijn heel erg slijmerig bij mij, heb ik het idee. Of niet soms, gewoon zelfs te slijmerig. Maar hoe voelen jullie nu tegenover mij? Oh, ze zijn gigantisch blij. Ik stel voor om een bondgenootschapje op te richten of zo. Ja, anders moet het gaan niet worden, want dat is ietsjes te ver volgens mij. Bij samenwerking, ja. Met een bondgenootschap kunnen we vreugde in het melkstelsel brengen. We accepteren jouw bod. Nice. Kunnen we ook even handelsroutjes opstellen of zo? Vind je het vervelend om de kans op ruilhandel af te slaan met iemand die zo groot is als jij? Maar je huidige activiteiten neem je volledig in beslag. Dat is waar, ik heb waarschijnlijk te veel handelsroutes momenteel. Ik ben trouwens vergeten op te slaan, laat ik het even snel doen. Want dan krijg ik al van plan voor als je crasht of zo. Het zou een beetje kut zijn als ik dan verloren heb. Of had ik er wel opgeslagen? Ik weet het niet, ik ben een beetje in de war. Oké, dan welke badge gaan we nu voor? Dan kunnen we misschien even een badge trekken die we dan willen gaan doen. Dan bedoel ik niet dat we een badge gaan masturberen of zo. Nee, dan bedoel ik dat we gewoon een badge gaan halen. Maar daarvoor moeten we moeten nog 50 badges halen en dan hebben we de titel van de Almachtige. Kijk, dat is de titel die mij wel goed staat, daar ben ik het mee eens. We kunnen op zich wel veroveraar doen. We moeten nog 4 planeten veroveren, maar ik heb met niemand oorlog momenteel. Ik kan op zich met deze mensen oorlog hebben, maar nou, vind ik eigenlijk best wel lullig aangezien ze... Ja, ik mag ze wel. Oké, hier moeten nog 20.000 spoordollars, of 200.000 spoordollars om deze koopman te halen. Krijgen we 10 badgepunten. Het gaat trouwens om badgepunten die we moeten halen of niet? Of zijn het badges? Ik weet eigenlijk niet. Medewerkers, wat had dat ermee? Oh, dat betekent medewerkers. Oké. Welke zijn beesten in hun buurt? Ik denk dat we dan vooral voor handel gaan. Ik denk dat het beste is. Want het is trouwens waarnemer, 20 kostische ontdekkingen, terrahoeder. Welke hebben we nog meer hier? Als we nog... Oh, wauw. We moeten echt heel veel koloniegebouwen daarvan neerzetten. Dus het wordt hem niet. Vrienden beschermen. Maar momenteel hebben mijn vrienden geen oorlog. Dus dat wordt hem niet. Ik denk dat we dan maar even weer langs mijn kolonies gaan. En daar wat shit ophalen. Ja, gewoon wat specerijen daarop halen hier en daar. En hier komt een soort communicatiedingen vandaan. Ik weet niet of dat nou bij een van hun planeet vandaan komt of zo. Bij het Sadrin Pogmeurrijk. Misschien kunnen we nog wel wat missies voor hem doen. Dat is wel goed, hè. Misschien krijgen we daar even de missie niet best voor. Of heb ik die al helemaal verhaald? Kapiteins badge. Nee, die zocht ik niet. Dat is wel een leuke badge trouwens, maar die zocht ik eigenlijk niet. Missionista, waar stond die ook weer? Dat is econoom, diplomaat. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Dat is best wel kut. Als ik het geweten had, dan kon ik gewoon meteen opzoeken. Hier, missionista. Daarvoor moeten we nog 7 missies doen. Dat moet wel lukken. Gaan we voor deze mensen gewoon een missie doen. Voor deze wezens. Maakt niet uit. Wensen, whatever. Het hoogste wezen wordt alleen geëvenaard in verschijning door de stralende zon. Welkom. Het spijt ons dat ons warehuis niet past bij jouw pracht. Maar we hopen dat je toch een kijkje neemt. Jazeker, jazeker. We zagen missie willen doen trouwens. Wil je ons aan de brand helpen? Dat betekent waarschijnlijk dat je betaald wilt worden. Zeker. Wat denk je nou, sukkel? Een van onze handelsmissies kwam onlangs in de buurt van de wereld die geschikt zou kunnen zijn voor kolonisatie. Helaas moet de missie elders heen. Om een overschot aan consumentartikelen kwijt te raken en was er geen tijd om het planeet te onderzoeken. Een wezen van je grootheid zal toch zeker geen probleem hebben bij het onderzoeken van planten en dieren. Kunnen we jou met de passende missie verleiden? Jazeker, jazeker. Oké, dat moeten we dan eens even doen. Even kijken, hebben jullie nog interessantere shit om mij te verkopen of zo? Die niet had. Ik moet trouwens een handelsschermpje daarvoor hebben. Ik zit telkens bij de verkeerde, wat dan handig voor mij. We kunnen op zich wat schild kopen, maar ik wil ook eigenlijk ook gewoon dit achievement halen dat ik 2,5 uur spoordollars heb. Dus daar gaan we eigenlijk voor. Dat is eigenlijk wat ik nu wil doen. Samen planten met dieren of op een nee, Bortzi. Dat klinkt als een Russische naam. Toegeven, ik vind het redelijk als een Russische naam klinken. En welk sterrenstelsel moest dat zijn? Het Odor sterrenstelsel. Dit is Koka, dit is Odor. Ja, ik denk niet dat jullie hier gaan kunnen koloniseren, want een van mijn bondgenoten zit hier al in de Furion Pilot Engineerrijk. Dus ik denk niet dat ze zo blij zijn als jullie hier gaan ook koloniseren. Dan krijg je weer intergalactische oorlog en zo. En als jullie allebei bondgenoten van me zijn, wil ik geen kant kiezen. Maar dan ga ik toch voor degene kiezen die dichtst bij mijn kolonie zit. Van eigenlijk een soort eigen belang. Er zitten niet heel veel planten en dieren hierop, dus dat scheelt op zich wel. Moeten we ze verzamelen? Moeten ze inderdaad verzamelen. Nou, dan zitten we een boompje mee. Had ze flatsen. Hier zijn nog van de vaag zwevend beest, dat nemen we mee. We nemen er 2 mee. Nou, dat is een ziek idee. De rest die laten gewoon doodvallen. Weer een dotsiespot. Het homeless viel Grimrijk. Oké, wat is er aan de hand? Worden aangevallen? Het zou natuurlijk zomaar kunnen, maar zo te zien hebben ze geen groot alarm af. Dus momenteel is het op zich nog wel te doen, gok ik, ja. Dus ik heb ze momenteel om overleven. Oké, we moeten er 1 planteneter zien te vinden. Waar is die bitch? Want deze bitch hadden we al van mij, toch of niet? Oh, deze bitches. Wat de fuck zijn deze? Ik neem ze toch maar mee. Kom bij papa. Nou, het zieke ding. Deze laten we gewoon doodvallen. Because I don't give a shit. Ik ben zo'n badass kapitein dat mij geen ene neuk boeit als ik die beesten dood laat vallen. Waarschijnlijk krijg ik nu de partij van het dier op mijn dak. Maar ach, dat maakt mij niet uit. Laat ze maar komen.
Wie krijg ik een bericht dan? Nou, waarschijnlijk dat ik even een sterrenstelsel weer kan kopen of niet. Van deze bitches hier zo. Nou, ik heb momenteel het lezen bericht omdat ik te ver in de buurt zit. Waarschijnlijk is mijn wifi-verbinding niet zo goed. Stuur ze me gewoon een beetje een WhatsApp berichtje of zo. Alleen dat kan ik hier niet ontvangen. Dan zie ik niet twee blauwe vinkies. Het Draco Soldier Rijk. Waarschijnlijk kan ik een rijk van hun kopen. Je grootste doel is sterren verbleken. Geniet van je 30.000 spoordollar in je speciale rondleiding op onze bazaar. Waar leeg gedurende de komende paar uur speciale aanbiedingen beschikbaar zullen zijn. Jongen, jullie lijken echt op de fucking Hema of zo. De ruimte Hema. Oh my god. Maar even kijken, jullie zijn nu aardig vrienden van mij. Ik zit al op 213 trouwens. Deze mensen mogen we wel zeker. Nou, even kijken, wat hebben die bitches te zeuren? Een van mijn bitches. Ik bedoel, het zijn praktisch mijn bitches. Ik bedoel, ik zou ze gewoon kunnen elimineren als ik daar zin heb. Maar omdat ik een aardig persoon ben, denk ik van doe ik toch maar niet. Waarom zullen jullie allemaal berichten? Hallo? Jesus Christ, we willen graag als ganse experimentele super kolossal trombouw om onze kapitaal niet toereiken. Dat klinkt als een aardig gevaarlijk wapen of zo. Dus ik wil niet veel zeggen, maar laat het misschien ook maar niet doen. Jullie zeggen ook maar wat. Ik vertrouw jullie niet meer. Jullie hebben onze relatie beschaamd. Het gezamenlijk beheer van onze handelsroute is een bestuurlijke nachtmerrie geworden. Zou het stelsel Kalkon rechtstreeks willen kopen? Ik weet niet, ik wil liever geld opsparen. En dat doe ik dan ook zeker. We gaan even langs de koeienstal, even daar alle specerijen ophalen. Maar 3 specerijen? Wat? Oh wacht, ze zijn natuurlijk sinds kort weer gaan produceren. Nadat hun aanval, nadat ze aangevallen werden door wie ook alweer? Door de Groks. Ja, ze waren aangevallen door de Groks en werden daardoor getraumatiseerd. Dus konden ze niet produceren, kan ik me voorstellen. Ze moesten even op adem komen en zo. Het allemaal een beetje verwerken dat ze aangevallen werden door iets wat gewoon mijn hele planeet had kunnen uitroeien. Kan begrijpen. Waarom produceren jullie geen specerij? Wat is trouwens een terrascore op deze planeet? Want als het kut terrascore is en hij produceert niks, dus ga ik hem wel even aanpassen. Eens kijken. Oh ja, kut terrascore. Waarom heb ik deze kolonie? What the fuck? Oké, gelukkig heb ik een hittestraal. Die zou makkelijk gaan werken voor mij. Deze zo. Als ik een warmstraal. En dan wordt hij even wat warmer. En nou, hadden we nog een kolonie in Kitty Pack of niet? Ik weet het niet. Ik moet even wachten. Ik denk dat hij het wel gaat redden. Gaat tenminste de atmosfeer hier gewoon hersteld worden. En iemand zei ook voor mij in de comments ongeveer 3 afleveringen geleden dat ik planeten kan vernietigen door eigenlijk gewoon een ecosysteem te verneuken met mijn warmtestraal. Maar ik wil niet graag oorlogen stichten momenteel. Omdat ik wil gewoon mensen te vriend houden nu. Ik ben een beetje zat van de oorlog. Want het begin van de game, op zich is wel, het is goed om oorlog te hebben in het begin. Want dan kan je gewoon lekker op makkelijke manier veel kolonies krijgen en lekker veel spoordollars. Maar op deze manier, nee, we zijn toch zo geavanceerd dat gewoon oorlogen te makkelijk worden. We kunnen ook gewoon zometeen wapens kopen die zo goed zijn dat we gewoon planeten in één klap kunnen verwoesten. Ik bedenk me trouwens dat ik voor mij niet genoeg planten en dieren heb om, deze shit te stabiliseren, of wel? Eens kijken. Nee, we hebben geen planten of dieren. Nou, dat is pittig kut. Nou, dan moeten we maar even naar een ander stelsel gaan. Om daar af te jatten. Dan hoop ik dat even bij dit zonnestelsel of sterrenstelsel hier nog even een planeetje zit waar allemaal planten en dieren op staan. Nee. Dat is de enige die er staat. En daar staat niks op. Dat is nou jammer. Dan gaan we maar eventjes naar de planeet Xande. Want daar zit voor mij wel allemaal planten en dieren op. Dus nemen we die mee. We hadden wel dieren bij ons, maar geen planten volgens mij. Eens even kijken. We hadden wel gewoon een herbivore. We hebben 2 herbivores, dus moeten er nog een carnivore. En nog alle soorten planten. Een kleine plant, een grote plant. Gewoon alle planten meenemen. Ja, dit is op zich wel een chille planeet. Deze produceert gewoon goed. Even een klein plantje meenemen. Hier komen. Minder grote plant. Dit is een minder grote plant, of niet? Dit is een kleine plant. Dit is een minder grote plant. Ja, ik weet dat planten niet onder water kunnen leven. Jeez, dat doet mij te vertellen. Ik ben geen idioot. Ik heb ook biologie gehad aan de middelbare school. Maar toch, het is best wel moeilijk om natuurlijk eens weten welke onder water kan en welke niet, zo'n plant. Ja, je hebt ook gewoon waterplanten. Die kunnen wel gewoon onder water. Maar deze blijkt me niet. Nou ja, wat jammer nou. Die groeit wel weer bij of zo. Ik weet het niet. Tenzij we een gigantische ontbossing doen. Hier zo. En op een gegeven moment gewoon een post-apocalypse woestenij wordt. Dat zou pittig kut zijn. Ja, zeker. Welke van deze bitch moet ik meenemen? De zwarte of deze andere? Nee, oké, dat is een goeie. Dat waren dus de carnivoren. Mooi. Laten we teruggaan naar die kolonie die niks produceert momenteel. Wil je trouwens wat specerijen van mij verkopen of niet? Van mij kopen trouwens. Oh, jullie houden van de rode specerijen. Dat is goed om te weten. Dat is gewoon even weer een grote ship in de rode specerijen. Maar dan komen we bij jullie terug. Het zijn nu de prijs gedaald. Aangezien ik weer aan ze verkocht heb. Dat ze natuurlijk ook kunnen. Maar ik hoop het niet. Oké, deze kolonie staat echt gigantisch dichtbij mijn thuisplaneet. Maar ik heb hem voor mij ook heel lang. Maar ik heb nog nooit gedacht om hem eigenlijk gewoon te verbeteren. Want zo sukkel ben ik dan wel weer. Ach ja, wat doe je eraan? Niet zo heel veel. Behalve nu de shit herstellen. Oké, we beginnen met de kleine plant. Of de middelgrote plant. Kleine plant, hier zo. De octo nog wat. De octoplant. Het is dus dat. En we hebben ook nog de SpongeBob en de Patrick plant. Maar de Sandy plant, nee, dat gaat maar beter verder. Doen we niet aan. Oké, ecosysteem gestabiliseerd, min of meer. Dus we moeten nu even nog wat diertje erop kwakken. Ten eerste even de Alilber. Ik weet niet wat dat voor zo'n beest is. Lijkt wel een beetje op. Ik weet niet, de luiaard?
Geen idee, is best wel groot zo te zien. Over 600 subscribers hadden we ook al, dus nog een plant eten. Nu een vlees eten, zodat niet de plant eet, zal de plant opvreten. Had ze verlaten zijn. Nu gaat deze kolonie produceren als een motherfucker. Even kijken, waar is die kolonie trouwens? Kijk, dit ziet er mooi uit. Het is allemaal groen, min of meer. Het is meer blauw dan groen, maar dat maakt niet uit. De terrascore is tenminste goed, dus eigenlijk zou hier dit ding nu weg moeten gaan, toch? Wat de fuck hebben wij voor een gemeentehuis hier staan? Echt waar, wat de hel? Dit is een stok. Dit is een stok, waarom hebben we een stok als een gemeentehuis? Even mijn creaties, nog even de Pleasant Palace. Wacht, is Pleasant Palace trouwens niet een echt bestaand hotel of zo? Dacht het wel. Oh, we kunnen eens onderkomen, dat huis is dik gebouwd, toen crashte die. Dus hopelijk gebeurt dat nu niet. Zou ik een beetje vervelend vinden. Afgelopen zondag, ik heb helemaal niet afgelopen zondag spoor gespeeld. Ah, misschien is het al geüpload of zo, ik weet het niet. Wat gaan we eens entertainment doen? We willen Torch Tower of Doom. Ik ga denk ik na deze aflevering wel het nieuws maken. Want we gebruiken die telkens. De Royal Specerij pomp, ook hartstikke interessant. Zetten we ook gewoon neer. Let's go. We gaan er zitten even een entertainment neerzetten. En die gaat hem spontaan weg. Waarom dat? Waarom deze nou weer? What the fuck game? What the fuck? Waarom doen we het aan? Oké, die erbij. Ik weet dat deze connectie staat met die. Nee, dan kunnen we het hier neerzetten. Anders heeft het een dubbel negatief effect. En dat is pittig vervelend, dus dat doen we niet. Oké, misschien nog even een huisje neerzetten aan deze kant. Zij is heel blij. Voor mij hebben we dan maximaal aantal gebouwen bereikt. Inderdaad, zij is wel heel blij, maar ik wil eigenlijk... Ja, oké, nu zijn ze groen op blij. En produceren we lekker veel specerijen, mooi. Hoeveel per uur? 800, of nee, 48, dat is best wel mooi. En met de plaats van deze gebouwen wil ik graag deze aflevering beëindigen. Dus jullie gaan bedanken aan het kijken van deze aflevering van Spoorruimteavonturen. Laat een duimpje voor je achter in de reactie als je dit leuke aflevering vond. Dus jullie volgende keer weer. Daarom hier, blijf vloeien, beste koetjes, blijf vloeien.